Ja, FC Gigant. Ik zal hem even bellen. Hij heeft gigantisch misdragen. Echt joh? Hey, hoe, wat voor cijfer geven we Jef zijn rijstijl? Ik snap spelletjes sowieso niet. Ja. Nee, ik hou niet bij. Zo! Nieuw en aanbieding bij de Supermarkt. Nieuws even. Het is tijd om een lekker potje te vallen met die mannen! Iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ga mijn voetbalschoenen pakken, want het is tijd om een lekker potje te gaan voetballen met de gasten. We gaan voor Guus' verjaardag, we gaan voetgolven voor Guus' verjaardag met de maten en dat is helemaal gezellig. Dus ik neem mijn voetbalschoentjes mee, zo, mijn lompe hummels, want ik heb zulke brede poten en kan niet van die Adidas of Nike's kopen, dus ik heb altijd van die hummels. Dan gaan we eens even kijken wie er gaat winnen, Jef. Ja, tuurlijk. Wil je voetbalschoenen meenemen, ja? Toch wel, ja. Die heb jij niet bij, hè? Nee. Nee? Ja, joh. Op sneakers ken ook toch? Als je echt goed kan voetballen, dan maakt de voetbalschoenen niet uit. En Jeff is toch zo rete goed in voetbal. Want hij heeft zijn hele leven gehockeyd. Hij zit pas sinds 2 jaar op voetbal. Dan gaan we verzamelen op een parkeerplaats bij ons in het dorp met Jeff zijn nieuwe Y. Het is nu 30 graden. Het wordt vandaag 31 graden. En wij besluiten om te gaan voetgolven met de mannen. Het stond al gepland omdat dit was cadeau al van Guus' verjaardag hadden gegeven. Dus. Maar het maakt niet uit. Ik bedoel, we hebben echt fantastisch weer. Alleen het is zo heet. Ik ben benieuwd of andere mensen ook het idee hebben of dat we de hele baan voor onszelf hebben. Ik denk niet dat er heel veel andere mensen zijn. Guus weet het nog niet volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Guus weet het al, jawel. Jawel. Hij kan rijden, die. Zo, hé. Hey. Niet normaal. Hij heeft 2 weken zijn rijbewijs. Zo, bijna een crash hier. Kijk dan. Hij heeft zijn richting niet aangegeven. Huh? Hij heeft zijn richting niet aangegeven. Wat gaat hij nou doen? Jef, je hebt toch al tijd. Kijk hoe ver je ook voor de ding staat, bro. Ja, anders je blokkeert de fietsers. Laat niet happen, Jef. Laat je niet opnaaien. Let op één handje. Kijken voor mensen, voor mensen. Schakelen. Zo. Papa. Jeff. De boys! Woehoe! Er is een rijjarig. Hoera, hoera! Guusie boy. Heb je er zin in, maat? Zeker weten, maat. Eerst pik. Dankjewel. Dave. Yo. De lijpe handshake, turner, maat, hoe is het? Wat? Oh, lekker voetgolven. Zo voel je na het festival? Prima. Lekker uit hier, joh. Ben je naar de ratten? Ja, bissie. Was leuk al gisteren, heb ik wat gemist? Ja, je hebt niet per se veel gemist. Jezus, man. Maar het was wel lachen. Oké, het was wel lachen. Oké, dan heb ik een semi-gevoel erbij dat ik het gemist heb, maar ik voel me wel een heel stuk fitter. Wessel heeft zich weer misdragen, heerlijk. Ja. Wessel! Maar die komt ook zo, toch, Wes? Ja. Nou, daar kan ik wel bij moeten wezen. Ben benieuwd. Ja, ik zal maar bellen. Hij heeft gigantisch misdragen. Ja. Echt joh? Ja. 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 Goed, heel goed, ja. Oh kut, dan vind ik het toch wel kut dat ik er niet was. Zo, we missen 1 man en dat is de man die zich misdragen heeft, lijkt me gisteren. Dat is Wessel, dus die gaan we even ophalen thuis. Want ik weet niet, waarom was hij hier niet gewoon om 2 uur? Sorry? Waarom was hij hier gewoon niet? Wes? Hij is verstrooid. Ik heb gisteren gezien, hij is een beetje verstrooid vandaag. Hij is een beetje verstrooid. Nou, oké. Maar dus nu hebben we allemaal moeten zijn. Bij die voetgolf. We kunnen daar de hele dag aankomen. Nee, vanaf 2 waren we welkom. Vanaf 2. Gaan we nog uit eten? Ja, groot. Ja. Trekken. Even laten weten dat we er zijn, hoor. Wie is er? We're coming for Panzerfaust. Maar dan ga ik wie is bij mijn familie. Bij jou thuis? Ik heb een scootmobiel voor de deur. Heb je die nog nooit gezien? Ik weet niet wat het is. Joeps even die scootmobiel dan. Staat ineens bij Dave voor de deur. Keihard, gaat horen. Is die wakker? Ik weet niet, moet gelijk dat ding weer in. Gelijk dat dingetje smoel, hé, Wes, ga jij wel een beetje gedragen op die baan? Ik ga wel gedragen, alleen moet een beetje kijken. Want ik heb al heel lang niet meer voetbal. Ah, jullie komen goed. Zo, jij hebt echt al lang niet gevoeld. Hey, wie gaat er een hol en wand doen dan? Volgens mij gewoon rechtdoor. Ik had de laatste keer gevoeld dat ik gewoon 2 keer een only one of zo. Heb jij een kater? Ja. Alsjeblieft, niet. Ik heb er geen zin. We zijn als eerste, hè? Ik rij nooit meer. Ik ben helemaal klaar. Waar is mijn tas? Achterin heb ik die gelegd. Oh. Ja, zo, ik schrok al. Moeten we wel even zoomlens hebben als we die bal ver weg moeten trappen. Jij even, kan je de auto open doen alsjeblieft, maatje? Je hebt zo goed gereden namelijk. Dat lijkt me wel lang. Wat voor cijfer geven we Jef zijn rijstijl? 1. Ah, zeker 9. Wat is dit nou, joh, gek? Je neemt niet rijden, hè? Dat slaat nergens op, jullie zijn gewoon niks gewend. Ik zei 9,5, hè? Jij bent al dronken. Maar wat ging de fout dan? Een beetje. Ja, dat weet hij niet. Zie je, er is niks aan de hand. Nee, ik heb letterlijk op filmen hoe ver je stof voor de haaientanden en dat je gewoon blijft wachten terwijl je gewoon kan gaan. En dan heb ik deze rit er niet eens helemaal op staan, maar je hoort daar best wel cijfers in 1.
Maar je bent gewoon een toppertje, je bent een 1. Nee, Jeff, je kan prima rijden, alleen het is gewoon mooi als gasten net een rijwijs hebben. Zoals jij. Dan ga je elkaar gewoon opnaaien, omdat je gewoon een beetje zenuwachtig bent. Je zit gas vol, een auto vol gasten. Ja, met de camera. Met de camera, op je smoel. Hij wens de studies op dat je. Ik sta er even te zeiken. Zo, we rammen nog even wat vreten erin. Ga je train krijgen? We gaan het zien. Denk wel dat ik even kramp krijg en even naar de wc moet naar deze burger. Maar, ja, wij zijn allebei aan de dunne. Ja. Dus laten we het hopen dat we het binnen houden. Ja. Maar jij hebt wel een verstandige keuze, denk ik, hoor. Ja, iets gezonder. Denk je hoger in de eiwitjes. Ja. Zo, Guus. Eet smakelijk, mannen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet een mooie prullenbak. Oké, okay, hol 1. Ik heb een platte grond niet meegenomen. Ah, nee, jongen. Dit is 70 meter, hè, deze hol. Dus dat zegt wel, dat klopt wel. Dan moet je hier beginnen en dan moet je heel ver schieten. En dan moet er gewoon helemaal daarin. Je moet vanaf dit ding. Ja, die hol is, ja, hier, vanaf hier schiet je. En die hol is waarschijnlijk helemaal achter. Ja, maar ik zie 5 vlaggen staan, man. Ja, maar dat is... Hoe weet je nou waar je heen moet schieten? Want brugjes over. Hier ligt een vlag en hier zit een gat. Gelijk vanaf. Nee, twee brugjes. Nee, want die vrouw zei meteen daarnaast heb je hol 9 en als je daarin schiet, ben je heel gauw klaar. Nou, dat maar is dan dit. Schieten en kijken waar we. Echt, doe het nou niet alsof wij het serieus gaan spelen, want dat gaan we toch niet doen. Jeff! Ja, strafpunt nummer 1! Dat is wel van waar. Berg. Jeff, strafpunt als hij in het water komt. Ja, maar ik ben nog niet begonnen. Moet eerst die hol zoeken, denk ik. Ja, dat moet je zeker altijd. Oké, let's go. Ja, dat is goed. Ik weet al waar hij is. Ik wil zoveel grappen maken. Jongens, ik heb het gevonden! Dat is hem! Zo. Tuurlijk heb ik die platte grond gepakt. Oh, ja. Kijk, hoor, dat is hem daar. Ja, we gaan het toch niet serieus spelen, het wordt gewoon kloot en we zien het wel. Nummer 35, Guus, trap hem af, de birthday boy. Ik zit eerst even kijken waar ik heen moet. Niet het wel erin schieten. Ja, naar die. Ik denk gewoon eigenlijk 2 keer. Nee, ik zou hem 1 keer doen, man. Maar. Oh! Als ze nou komen, was de goede schop. Guus, hij moet naar die vlag, hè, Guus. Ik vind het op zich nog aardig in de buurt. Ja, nou. Het is dat hij terugketste van die boomstam af. Ja, dat is zeker waar. Er is ook een bal tegen je wenkbrauw aangekomen, of niet? Dat was de bodem van de zwembad. Ja, Long John. Tuurlijk, welk nummer heb je? De anus. In de sloot. Nee. Oh. Nee, hij ligt nog op de rand. Welk nummer heb jij? 33. Mary heeft nummer 1. Ik heb al, weet ik het, al lang niet gevoetbald. Ik ga ook stoppen. Dus lekker, ik nee, laat het best neer, joh. Je eindigt vandaag nummer 1 als slechtste. Nummer. Nou. Beste schot van allemaal. Dit is wel bang. Ik ben niet allemaal geweest. Wat zei je dan? Dit is de beginnersgeluk, Mer. Oké, okay, nou gaat van de berg. Ja, ik hou nog goed. Maar Guus, hoe werkt het nou dan? Ik heb hier een scoreformuliertje. 29. Moet je alles precies bijhouden. Wat? Nou, op zich. Nou. Prima school, Jeff. In de plom. Succes. Ja, je zat er. Zit jij maar een tepel te naaien? Te naaien. Oké, dus je hebt hier namen. Ja, eigenlijk werk je per 4, maar wij mochten per 7. Hij moet gewoon even langer op elkaar wachten. Ja, joh. We zien het allemaal wel. Ik snap spelletjes sowieso altijd. Minpunten zijn schrampen. Die boom daar. Wie zet die boom daar dan ook neer? Die boom is ook een minpunt hoor. 2 minpunten voor Dave. Kunnen we het anders doen? Merci. Lang geleden, hè? Meer dan een jaar geleden dat ik gebald heb. Kijk. Ik heb nu al met excuses. Zo. Ja, sloot. Prima schot, maar ik denk dat die sloot inrolt. Nee, hij ligt er nog. Davey, welk nummer was je? Ik ben een 8, hij is een 8, maar... Ik ben een 8. Oké. Nou, beuk maar. Ik heb mijn voetbalschoen. Kijk of ik een beetje camera skills bij de partij draai. Startschot. Zo, dit is kut met een lange broek. Kijk nou eens een korte broek aan. Zo. Ja. In de plom. Dat is ook al wel die beste. In de water. In de water. Hey Davy. Hey, dat is vals spelen. Ik moet er echt uit. Nee, leg hem eens dichter bij de kant. Hoe dan? Nee, dat is prima. Nee, ik probeer hem gewoon op te naaien. Dat is gelukt. Degene die het vers weg ligt mag beginnen. Gewoon in de boom gaan, hè? Guus van Loo! Oh, die wordt kut, hè? Zo, nou Sint Juttemus, succes even. Sint Juttemus, succes even. Hey, kikkers. Het is een best wel lastige baan ook. Ja, hè? Ja. Oké, kom maar dan. Nou, moet ik schieten dan. Klasse. Ja. Heel netjes. Dat is een mooie man. Hij rolt nog wel lekker door. Wat is dat voor vrouwelijk sprongetje? Ja, maar Jeff heeft altijd van die vrouwelijke trekjes hoor. Ja, maar dat komt omdat hij wolkje heeft gezeten. Ja, dat is wel echt zo, hè. Kom op, Jeff. Ik heb de mooiste vrouwen. Ik heb de mooiste vrouwen. Je hebt helemaal geen vrouw meer.
Nou. Prima. Oh nee, trouwens, die rolt daar achter door hoor. Nou, Sint-Jutemis! Hey, kikker of zo. Er zitten fucking veel kikkers. Dat had zoveel beter gekund. Ligt gewoon in dat hek. Besef dat dit ook gewoon de eerste hole is waar we nog mee bezig zijn. Zo, die ligt kut. Bijna Jeffors kloten. Stay hydrated. Wie is 29? Mij. Ik ga op je. Oh, maar het is elke keer degene die is verwerkt. Ja. Ja. Netjes. Ja, die ligt er goed dichtbij. Hou echt je bek. Nee, ik hou niet bij. Ja. Nou, kom, ik ga nog een keer. Hey, je moet het zelf bijhouden. Oké, okay. Nou, dit is nog maar de tweede, man. Curvy. Netjes. Hé, maar wat doet de verliezer nou? Latje. Die likt jouw reet schoon. Wessel, kijk hoe je erbij staat, gek. Wat? Hoppa! Maar zit er een gat? Punt erin. Ja. Oké. Okay. Hij ligt hier zo. Als ik hem nou in een gat krijg. Schep af. Nou. Ja. Nee! Ah, nou jongens, onze sterspeler, Mermet. Achter de boom vandaan. Kutzooi. Ja, die is weg. Dag. Nee, kut. Ja, die kan. Volgende schot hebben we het sowieso. Blassen. Oh, heel goed. Dit gaat goed. Leg hem anders lekker precies voor die van mij. Maar niet hard genoeg. Jij kan ook zeiken, jongen. Ja, die jongen die moet echt. Nou, schiet hem, man. Je moet even een keer een goede beurt krijgen, die jongen. Als ik hem nou voor erin tik, hij tikt hem erin. Dan hebben ze ruimte. Ja, dat is geen biljartbal. Dus ik zei dat ja, niet doen. Slim, best. Ja. Die nadenken. Vooruitdenken heet dat. Die van Guus ligt ook gewoon daar. Ja, hey, kijk, daar gaan we, want ik doe hem erin. Want we hebben een beetje. Je ziet ook niks, je hoort het alleen. Oké. Raad die. Ja, best. Ik ben top. Nee, want ik maak even ruimte en dan doe Tim even ruimte en meer dingen. Dat is een goed idee. Zaak. Ik ook. Yeah! Hoppa, zeker man. Nou, spare met. Best, doe een schotertje. 4. 4. 5. 5. Best niet lachen. Ja, 4 of zo. Nee. Jongens, je moet een beetje doorgaan. Kom op. 4. 5. Ik had er ook 5, dus. Wat een sterspeler. Ik heb er 3. Ik heb er 3. Kijk, nu ga ik. Je er ook net 10? Netjes ook. Ja, ik doe een hakje, ja. Kom op, Dave. Laat Dave even dan. Ah, je moet dat minpunt meerekenen. Ja, ja. Jeff gaat 5 zo skill moves gooien hier zo. 5. En anders niks. Let op, hè. Oh! Kijk waar die heen rolt! Kijk waar die heen rolt! Helemaal kut! Jeff ziet er wel het beste uit. Oh, nou lekker Guus. Hoezo bedoel je? Okay. Ja, jij ziet het meest uit de scholver. Hoe de fuck moet ik dit doen dan? Ja, even uit de plomp halen. Nee, dat mag niet. Ik heb dat ook niet gedaan. Oh zo! Oh. Aan het tegen dan, Jeff! In de zandbak. Nog meer 5 nu. Nou Gijs, maak hem even af. Oh, Guus! Nou, zijn er nog een hele dag met dit tempo? Jezus, oh! Zo, hey! What the fuck? Had je allemaal gezien, ja, ja. Kom Jeffrey aan hoor. Noteer maar vast, 12. Dat zie je wel mee hoor. 1, 2. Veel te hard ook weer. Joh, jij hebt echt geen gevoel in je benen, jij. Wat jij ook gevoel heb? Nou. Man. Dit is een eeuwigheid. Netjes, wow. Hij wordt tegen. Tegen Jeff! Het heeft niet van mij, hou je niet tegen, hè? Ja. Jezus. Hij pompt. Echt, joh, stop maar, hoor. Het zit ook al voetbal allemaal, hè? Ja. Maar ook gewoon zonder souplesse. Ja. Weak food challenge. Nou. Hey! Hey! Ah, Jeff. Hey, wacht even dan, ik moet hem nou scoren ook. Ja. Wat zit hier nou dan? Dupe, 3. Wauw. Al over die bal uit. Jeff, je hebt gewoon stil leggen schieten. Hij komt op met zoom. Kom, weet je over je deze mist, ouwe. Hey. Okay, let's go. Nu ga ik binnen. Doel 6 van de berg. 38. 38 kan. Zo, dan kan ik een squirtstraaltje voorbij. Ga je land.
Dat is niet normaal hoor. Hey. Van den Berg! Ja. Jeff, wat ben je aan het doen? Gewoon ballen pakken. Ja, maar... Die maar zo lang ook niet. Ja, Davy schiet die bal water in. Ja. Als we uit eten gaan, moet ik wel even terug, man. Die zijn niet meer wit. Ik zal wel niet geloven dat ze... Of juist wel. Ja, we hadden toch die bal nodig, maat. Hoe moet je tegen die vrouw zeggen dat je de bal kwijt bent? Nee, dan had je ze toch mogen vragen. Ja, maar die heeft toch. Nou, het zit erop, hoor, met de mannen. Merdi is aan het uitrekenen, al is hij maar half capabel om dat te doen, maar hij doet zijn best. Dan gaat hij even kijken wie er gewonnen heeft. Degene die verliest, die krijgt een atje en degene die wint mag een atje weggeven. Dus de verliezer kan sowieso dubbel genaaid worden. Zo, bij Jeff ben ik vertel kwijt. Kut, nu moet ik opnieuw vertellen. Het lukt hem toch echt niet ook? Nee, ik zat op een gegeven moment, ik zat naar jou te luisteren. En toen, kut, ik ben het tel kwijt. Maar met de outfit ziet eruit alsof hij naar een festival gaat. Of is? Deze bal ook voor jou. Nee, nou is goed. Je put festival. Eerder naar de bioscoop hoor. Bioscoop, de bril. Ja, ga naar de bios. IMAX 3D. Koude pinnen, jongen. Hij puttert hem gewoon dus rechtdoor. Wil je zien? Geen nut, nee. Gewoon nutteloos de bossen zijn. Jeff. Nee, ik weet het. Als jij geen laatste bent. Dan weet ik het ook niet meer. Ik bel het niet vast. Ik wil je één ding verklappen. Hij is wel laatste. Hey! Kan niet, laat me eens even vertellen dan. Ja. Dit is pitfixing. Kan je zo hoog tellen? Dat is de eerste dan, Mer. Ja, wie denk je? Nummer 1. Ja, degene die telt zeker. Het scheelt niet eens veel. Oprecht. Ben je serieus? Ik heb oprecht gewonnen. Met hoeveel punten? Ik heb 27. Goed, we moeten ons echt rot schamen. Doe eens even 1 tot en met 7 dan. Voorlezen. Oké, ik doe het wel. 1 tot en met 7. Ja, dat zijn de 3 eerste plekken. Dat is niet leuk. Ja, we hebben best wel veel mensen met dezelfde score. We hebben... Ja, 3 mensen met hetzelfde scoren. Pinda en Wessel, hetzelfde scoren. Matchfixing. Oké, Pinda en Davy hebben 32. Pinda en Davy. Ja, ja. Nee. Ja, snap ik dat Pinda. Wessel en Davy. Pinda, Pinda, Wessel en Turner hebben allebei 32. Nee. Guus heeft 33. Don heb 35. Jeff heb 41. En ik heb 27. Dus degene met de minste punten wint. Ja. Ja, dat ben ik. Nee, geen met de meeste. Grote zijn dat. Ik vind 41 punten best wel knap. Dus, Ja, het is ook heel knap dat het zo slecht is. Ja, wat gaan we doen met de verliezen dan? Zand eten, wat jullie doen. Ja. Wat wil jij doen, is de vraag. Ik ga niet lopen zuipen, want ik moet zo rijden. Nee, ik wil even trakteren op een ijsje hier. Ja hoor, blijft het juist goed. Ik hoor er goed vanaf. Ja, jij moet rijden. Maar Mer, aan wie geef jij een atje weg? Ja, ik kan wel 1 atje doen. Ja, er is 1 iemand die me de hele tijd al zit te fucken. Hoezo? Hoezo ik nou weer? Die mag altijd. Ja, maar ik wil een uurtje voor mensen van gelucht. Hoezo ben ik nou weer de lul aan, joh? Je schoft voor jezelf nog een keer onderuit. Mermet is net op zijn smoel gegaan. Ja, en niemand heeft het op beeld. En het was echt insane. Maar jullie zijn noemen nu een verliezer, of dat weet ik. Maar hij heeft net ook verloren met een potje, hoor. Ja, maar hij heeft al strafpunten gekregen. Wat was het doel, Jeff? Zo ver mogelijk. Oké, waar gingen we heen schieten? Over het water. Kibbel, jongen. De asje is aan Wessel dus. Jullie naaien mij door te zeggen van, joh, het is wel verder. Dat was niet we gaan even pils halen, Wes. Over het water. En wat is er even daar. Die kant dan? Wes, we gaan even pils halen voor jou. Is er wel een paar ballen. Ja, hebben we aan jou gegeven? Nee. Eigenwijs. Ik doe het gewoon niet. Dit was de afspraak. Jij had hem anders gewoon weggeven als je gewonnen had. Tientje, dat hoef ik niet te doen. Als je bijhoudt. Tientje mag je andere dingen doen. Zo. Bijna vol in de jaap in je hoofd, Guus. Niet best. Het is geen zwembad, maar een 3D-bril op je bek. Hoi joh. Ik heb een fles in mijn hol. Zo. Ja, full heet het ding is. Ik noem het ook wel een brillenkoker. Ik voel ook, het maar een ding. Laatst ook al, met een taxi of zo. Ja, dat had ik een taxi. Wel voor de fietser hoor. Nee, ik heb geen voor gereden. Jij had voorrang. Ja, ik zag het later. Hey, jongens, cijfer, we kunnen weer rijden. Ga best. Laat je niet opnaaien. Ga gewoon oprecht goed, man. Ruben was zat in mijn auto en zei, gast, ik kan echt enig goed rijden voor de... Jeff, je moet niet zo happen, maat. Je rijdt prima. Gewoon rijervaring komt later wel. Alles gaat goed. Je rijdt best. Ja, toch? Dit is ook met seks zo. Pas later weet je hoe je echt met je poko moet gaan. Ja. En zo is het. En anders niks. Goede flighting ook. Ja, goed hè. Zo, dan nog even in de stad. Leiden. Nou gaan die glazen. Even lekker bikken hier zo. Oh, oh, oh. Tapas. Gezellig hè. Guus, op jou maat. Ja. Heet ze. Yeah, buddy!
jongens, goed nieuws. Onze beste smaak van Focus Drink, de Tropical, ligt nu eindelijk ook bij de Jumbo. Als het nu alleen te krijgen op de webshop en bij alle appies, maar nu ook bij alle Jumbo's. Dus go check it out, man. If you want something to try, man. Als jullie willen proberen of je vindt het lekker, het is nu ook te krijgen bij de Jumbo. Geel, geel, Jumbo. Elke supermarktketen heeft een ander instroommoment van nieuwe producten. Als er wat nieuws komt, moet er weer wat ouds uit. Dus vandaar dat we nu pas met de nieuwe smaak, moet je dat nog nieuw doen, maar nu pas bij de Jumbo liggen. Maar we zijn er echt super blij mee. Dus willen jullie een Focusje halen, deze is nu ook beschikbaar bij de Jumbo. Net zoals natuurlijk gewoon de mango limoen, de aardbei van Boos. Nou, jullie snappen het, jullie snappen het. Zo, was even gezellig nog met die gasten. Voor Guus absoluut een geslaagd verjaardag. En ik ben heel blij dat ik ben meegegaan. Ik ben naar thuis gekomen. Ik heb een hele vlog geëdit, dus dat voelt heerlijk. En dan ga ik nog even gymmen. Zo. Ik ga lekker mijn rug trainen en een klein beetje benen. En dan is het tijd om... Oké, te begroeten. Oké. What's up, bro? How are you doing, man? Are you drunk, bro? I'm really drunk, bro. Kom weer door, man. Je klinkt lekker. Hè? Je klinkt lekker. Ja, mijn stem is weer naar de klote, man. Nog steeds van vakantie. Okay. Maar ik kwam net van een festival af, of niet? Ja, man. Dat is echt fucking ziek, man. Je ging toch eten halen? Ja. Maar niet voor jezelf? Ik heb op. Je hebt daar gegeten? Ja, ik heb daar gegeten. Oh. Ja, dat was fucking dik, man. Jouw stem is, klinkt ook slecht. Dat was een leuke vakantie. Ja, maar jouw stem klinkt ook slecht. Ja, mijn stem klinkt ook slecht, ja. Moet ik het even onderstellen, normaal, maar af en toe gaat hij een beetje dalen, pieken, dalen. Ja, wel twee pieterkaas, dankjewel. Lekker hoor, zo'n pieterkaas. De twee pieterkaas van 400 calorieën. Kijk, alles bij een app. 400 calorieën, twee pieterkaas. Ja, maat. Het is witbrood, die is toen de kraak, hè? Ja, en kaas. Ingezeten worden. Vet. Wacht trouwens, ik laat dit wel voor een andere keer in de vlog zien, maar in deze app hou ik alles bij. Is zo handig, ik heb nog steeds alles bij. Dus ik heb ze erin gezet. Nu zit ik aan mijn dagelijkse 3000. Ik denk dat we later gaan op vakantie, maar we gaan gewoon weer door. Volgende zomer moeten we knijter groot worden. Lekker bulken, ik ben al aardig bezig. Ja, aardig pensie, ja. Ik word echt dik, hè? Ja, man. Ik weet niet hoe het kan dat ik zo hard getraind heb. Dat, ja, ik heb wel een beetje voor het eerst dit. Maar ik heb nog steeds een beetje blokjes. Ja. Hoe ken je het? Kijk. Ik kan nog op de weegschaal staan. En dan ben ik, maar liefst. Kijk, ik wil voordat jij op vakantie ging, in de ochtend 69 en een beetje rond middag 71. Ik ben benieuwd. Maar ik zit er nu al heel veel vocht hoor, zit ook in mij. Ik denk echt wel dik 1,5 kilo. Oh. 71. Jezus, vetzeug. Ja, dat is maar voor mijn 19-jarige. Maar vet is veel lichter dan spieren. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou. Ja. Ik kreeg even geen lucht, jongen. Dit kleine jochie snurkt zo hard. Wat de fuck? Dat klinkt als een vader. Kijk hoe die erbij ligt. Het is een Focus. Lijkt wel een oude vader. If an attack happens now, I will be expected to defend the cows with my life. After hours of tough climbing, I finally see the warriors that I'm handing the herd over to. We've made it. Nieuw in de aanbieding bij de supermarkt. Neus M&M's. Koop nu jouw neus M&M's bij de supermarkt. Strange thing is, we're in the middle of the Kuiper Belt. So there should be lots of asteroids around. Just a second. 2 voor de prijs van 1. En van de snoep is dit het neusje van de zalm. Nee, 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 nee. Oh nee, oh nee. Nee, die pa zit pa zitten. Wat? Van die pa. Mijn pa. Nee, van die pa. Ja, waar? Van die pali. Van die pali. Die kale. Oké. In je neus. Ja, ja, ja. Maar kom, ruim het even op, want ik wil een chocola op de bank. Ja, dat is jouw probleem. Ja. Vaar op de balie.
Nee, gewoon qua gedachte. Dat is helemaal paal zo. Ik hè? Gekloot. Ik leek op je pa met dat gekloot. Waar zat hij aan de balie? Zei ze. Jawel. Zo. Je kan wel zeggen dat jij er helemaal niks meer van snapte. Nou, ik ben helemaal... Ik weet echt... Ik had gewoon gewerkt met 6 uur slaap. Gelijk door daarna naar een festival. Straal was over op de bank in slaap gevallen. Ik zou hem letterlijk gewoon op kunnen tillen, denk ik, had hij nog niet wakker geworden. Ja, ik ben helemaal verbaasd gewoon dat ik... Ik wist... Nah. Terug zit Hoe kijken. Kom ik hierbij, hè? Je pa... Je pa aan de balie en die kale. Nou, dames en heren, het is één warboel met een sokkers hoofd. Je weet wat het is. Morgen om 5 uur zijn we terug. Dus wees morgen bij om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is Okke is helemaal Canada. Komt zo ver.